Met een sterke magneet vissen naar kostbare spullen. Dat is wat de 16-jarige Sander Pronk wekelijks doet. Onder de Gaafse brug gooit Sander zijn hengel uit in de hoop dat hij waardevolle voorwerpen uit het Maas-Waalkanaal binnenhengelt. Afgelopen zomer trok hij met vrienden nog een motor uit het water. De jonge schatzoeker vindt vooral munten, maar ook wel eens sieraden, een sleutelbos of een paperclip. Het zoeken naar waardevolle spullen vraagt om veel geduld, maar Sander staat soms wel 6 tot 7 uur met zijn magneet langs de kant.